op de markt in Boksel en ik ga de mensen vragen of dat ze zich willen laten vaccineren. Graag, liever nog vandaag dan morgen eigenlijk, ja. Jazeker. Of vaccineren? Tuurlijk, laat maar ik vaccineren. Dit is de eerste keer dat ik over de vaccinatie hoor. Ja, ik ben niet zo up-to-date met het nieuws. Wilt u laten vaccineren? Ik weet het eerlijk gezegd niet. En aan de ene kant ja. We hebben natuurlijk te maken nou met die pandemie en je wilt toch ook op een gegeven moment ook je steentje bijdragen. Alleen ik heb wel ook het gevoel wat veel andere mensen delen van je weet niet wat de vaccinatie gaat doen. Wat zijn de risico's, de uitwerkingen? Ik denk dat het ook een beetje de kat uit de boom kijken is. En vindt u dat we genoeg informatie erover hebben gekregen? Nee, maar dat is ook logisch natuurlijk. Want normaal staat er voor een periode, voor het ontwikkelen van een medicijn, het testen 3 tot 5 jaar. En het is nou binnen dan een jaar, is de eerste vaccinatie van Pfizer geloof ik die vrij gaat komen, is getest. Ja, en daar zijn nog niet echt, ja het is op dieren getest, maar ja, het is nu afwachten wat het op mensen gaat doen. En ja, ik begrijp wel een beetje de risico wat mensen zeggen van ja, maar wat gebeurt er in mijn lichaam dan? Want er zijn niet duidelijke verhalen over en vooral ook testen naar buiten gekomen. Wat het gewoon doet? Nou, ik denk het niet. En waarom wil je het niet? Ja, ik weet gewoon niet. Misschien zit er bijwerkingen bij, dat weet ik niet. En ja, tot nu toe heb ik er nog nergens last van gehad. En jij? Nou, als er zeg maar bijwerkingen bekend zijn, dan misschien wel, maar nu nog niet. Willen jullie je laten vaccineren? Ik denk het wel. Ja, jij bent ervan overtuigd, hè? Ja, ik ben ervan overtuigd in ieder geval, ja. En zijn er ook mensen in uw omgeving die het misschien liever niet hebben? Er is heel veel twijfel, ja. Nou, ik heb het nog niet meegemaakt. Maar ik denk, zoals het ernaar uitziet in Nederland, ik denk dat iedereen er wel voor in is. En heeft u er ook vertrouwen in dat het weer echt gaat veranderen en hopelijk weer een beetje normaal wordt? Tuurlijk, ik heb wel vertrouwen in dat het goed komt. Er zijn zoveel mensen mee bezig. Daar zullen ze het wel op kunnen lossen, zeker. Ze weten nu wel dat het 5 voor 12 is. Het zal echt wel goed komen. Sommige mensen twijfelen, want ja, je weet ook niet waar zo'n vaccinatie doet natuurlijk. En heeft u ook mensen in uw omgeving die het bijvoorbeeld echt niet willen? Nee, niet direct. Bij mij in de omgeving, de mensen die ik ken, die willen eigenlijk allemaal wel een vaccinatie doen. En doet u het alleen voor jezelf, zeg maar? Want meestal doe je het natuurlijk voor iedereen. Het is een bescherming ook voor iedereen natuurlijk. Ja, dat is zeer zeker. En vindt u dat we genoeg informatie hebben gekregen van de overheid? Of denkt u dat we meer informatie over het vaccin hadden moeten krijgen? Het is allemaal nog vrij nieuw, hè? Dus is moeilijk. Dat weerhoudt me er ook een beetje van, om te kijken voor bijwerkingen. Maar aan de andere kant, ik denk dat het heel hard nodig is. Wilt u laten vaccineren? Ja, nou graag. Liever nog vandaag dan morgen eigenlijk. Ja, ja hoor. En zijn er mensen in uw omgeving die het liever niet hebben? Ja, ja, ik heb wel verschillende mensen gehoord. Onbegrijpelijk, want we willen allemaal van het virus af. En, hè? Dus nee hoor, wat mij betreft kan het niet snel genoeg gebeuren. En heeft u er vertrouwen in dat het ook echt het gaat veranderen? Dat het ook echt weer normaal wordt? Ja, nou ik denk het wel. Als iedereen maar die vaccinatie neemt, dan... Nou, mijn vriendin hier wil zich ook laten vaccineren hoor. Hè? Dus nee, de meeste mensen in mijn omgeving wel hoor. Het zal mijn tijd wel duren. Zo van, ja, waar ga ik dan beginnen met zo'n inenting? De griepspuit is hetzelfde. Ook wel veel mensen die dat gewoon niet doen om... Omdat je griep krijgt. Ik geloof er niet in. Maar los van of je er nou in gelooft, heb je ook een betekenis naar andere mensen toe. En ik vind dat je... Gelet op de aspecten dat ik me ook gewoon laat inenten. Laat maar gebeuren. En zijn er ook mensen in uw omgeving die het liever niet hebben? Ja, ja, die zijn er ook inderdaad. Die zeggen van ik laat me nooit vaccineren voor griepvaccinaties. Ik ook niet. Normaal iedereen niet. Maar in dit geval zou ik het wel doen. Zodat we allemaal weer ons ding kunnen gaan doen. En wat vindt u ervan als mensen niet mee willen doen aan de vaccinaties? Ja, dat is wel heel goed recht natuurlijk om zelf een keuze te maken. Maar... Ik zou het wel jammer vinden, denk ik, want ik denk dat dat de kans is om, alles weer open te krijgen en ook de horeca weer open te krijgen en zo. Misschien dat er mensen zijn in de omgeving die wat twijfels hebben van wat gaat het doen, maar ik ben wel een beetje klaar met corona. Ik wil gewoon weer lekker een keertje gezellig de kroeg in, lekker uit eten, lekker sporten. Ik zit bij een popcorn wat niet kan zingen vanwege dat hele corona gebeuren en wat ik ook wel graag weer wil gaan doen.
En vindt u misschien dat we te weinig informatie hebben gehad van de overheid over het vaccin? Ja, daar zit wel wat in wat je zegt. Ik vind dat er meer verteld moet worden. Wat gaat het vaccin op lange termijn doen? Maar ik vermoed dat men dat ook niet weet. De lange termijn werking van zo'n vaccin is natuurlijk compleet onbekend. En ik las vanochtend in de krant of op nu.nl dat al twee merken laten gaan produceren. Want dat doet te weinig voor de 50-plussers. Dus ja, ik vrees met vrezen dat het wel even gaat duren voordat iedereen gevaccineerd wordt. En zijn er ook mensen in je omgeving die het wel heel graag willen? Bijvoorbeeld opa en oma of zo? Ja, ons mam die wil dat. Mijn moeder die wil dat wel.